aan Jan de taak om de zwaan toch richting het water te drijven. Een opdracht met grote risico's voor zowel de zwaan als Jan. We beginnen bij Frans en Aniel op Amsterdam Centraal. Vandaag surveilleren ze in uniform. Ze observeren en handhaven daar waar nodig is en zijn een goede gastheer voor onze toeristen. Even verderop zitten twee jonge dames op een plek waar überhaupt geen voetgangers mogen komen. Ladies, speak English? It's not allowed over here. You go back, okay? Where you come from? Germany, okay. It's dangerous to stay here. It's not allowed, yes? Look, be careful, okay? Wacht even. Frans en Aniel lopen richting de stationshal. Eenmaal binnen ziet Aniel een ruziend stel. Vermoedelijk uit Oost-Europa. Kom. Ik zag een man en een vrouw al ruziend naar de poortjes komen. Ik zag dat die vrouw een zichtbare blauwe plek had. Een verwonding aan de linkerhoog. En al ruziend gaan ze zonder te betalen gaan ze door die poortjes. Dus ik heb even kijken of het met die vrouw ging. Of het misschien een echtelijke twist is geweest of ze mishandeld is geworden. What happened? Nothing. Born. Huh? Nothing. Born. I asked her. What happened? Man, what are you doing? Hello. No. Hello. I don't come over here. I asked her. What happened? Not you. What I happened? I born with this. You know. What happened? What happened with you? Born. You know. You born with this. Yeah. Oh, okay. I born sorry, with sorry. What is this? Okay. Maar ze zei van, ja, ik ben zo geboren. We hebben ze even aangetrokken en niemand heeft aangifte gedaan voor iets dergelijks of zo. Het stel is behoorlijk opgefokt. What happened? Yes. Mind your language. Where is your ticket? I wanna buy we this put ticket. The sheet because we buy ticket Amsterdam. We wanna. My mother go to me. I wanna. Waiting for the bus, flexi bus. Flexi bus. But somebody the flexi bus is in the shuttle deck. Terwijl Aniel hun gegevens controleert, gaan de twee nog even door met bekvechten, zo lijkt het. Dat is niet normaal, maar. Nee, maar dat is. Hour, but you need the, but you need a ticket. Without ticket. We know. Okay. Yes, without ticket, it's not. Yes. Yeah, we know. You can buy it at a ticket dispenser or at a ticket office. Yeah, or yes? Ticket in the bus. We can buy in the bus. Yeah. We hebben ze kaartje laten kopen en zijn nu verder met de trein. Aniel wilde het stel wat tot bedaren brengen, maar daar blijkt helaas geen sprake van. Zwaar geïrriteerd beent het duo weg. Straks treffen Frans en Aniel deze voor hun bekende stationsbewoner laveloos aan. Kom maar. Je bent 36 jaar, man. Je hebt nog een heel leven voor je. Wil je zo je hele leven zo blijven? Nee, toch? Je moet genieten van het leven, jongen. Want die is niet zo lang. Maken de woorden van Frans indruk? Amy en Marinho zijn onderweg naar een straat waar door werkzaamheden een parkeerverbod gehanteerd wordt. Onderweg hier naartoe rijden ze langs een scooterrijder zonder helm. Goeiedag. Goedemiddag. Je mag eventjes die kant op. Ja, aan het einde mag je hem even wegzetten. Zojuist zagen we een bromfietsrijder. De bestuurder van deze bromfiets had geen helm op. Dit is wel verplicht. Hij heeft een geel kentekenplaatje. Dus daardoor weten we ook dat hij verplicht is om een helm te dragen. Hey, heb je een rijbewijs of een identiteitsbewijs voor me? Ja. Ik zal het je even uitleggen. Zij voert even je gegevens in. Waarom je even aan de kant zetten? Ja. Geel kentekenplaat. Hier natuurlijk, klopt. Heb je een helm nodig, hè? Ja, weet ik. Die heb ik natuurlijk bij, maar... Heb je hem gewoon bij je? Ja, ik moet even hier nog doen om even mijn band te vissen. Maar okay, gewoon... Dus je wist dat je helm op moet doen? Ja, dat is goed begrijp, ja. Hè? Ook voor kleine stukjes zou je daar rekening mee stellen als je valt of iets, hè? Dan, of als je schade veroorzaakt. Nee, precies. Alleen, heb je wel eerst eerder een bekeuring of iets voor gehad, of niet? Nee. Nee, nog niet? Nou, in ieder geval even in het systeem kijken. waar moest je wezen, zei je? Niet. Dus je hoeft niet meer verder te rijden? Nee. Onthoud wel, als je nu wel gaat rijden, dan kan het wel zijn dat je een bekeuring krijgt, want je mag natuurlijk niet rijden om een scooter zonder helm. Dat is goed. Yes? De bestuurder heeft in dit geval een officiële waarschuwing gekregen. Hij was nog niet bekend in ons systeem, dus daarom krijgt hij de eerste keer een waarschuwing. En de volgende keer zal hij wel daadwerkelijk bekeurd worden. De man ontsnapt aan een pittige boete. Een bekeuring voor dit feit kost €95 met €9 administratiekosten. Door naar de straat met het stopverbod. Handhaving aan wijkveiligheid met Amy, toestel van Marinho. We zijn hier in een straat in het centrum van Breda. Omdat hier werkzaamheden plaatsvinden, hebben de gemeente hier een stopverbod geplaatst. En daarop hebben wij een tijdje gewaarschuwd. Alleen nu gaan we over tot bekeuringssituatie. Dus de mensen die in het voertuig nog zitten, die krijgen de kans om de auto te verplaatsen. De auto's die er nog staan en de bestuurders komen te plaatsen, die krijgen een bekeuring.
Er is hier een stopverbod ingelast in verband met de verbouwingen aan de andere kant van de straat. Als er auto's geparkeerd staan, dan wordt de weg hierdoor smaller en dat levert hinder en gevaar op. Dus daarom is er een stopverbod in werking gesteld. En daar handhaven we ook duidelijk op. In deze auto zitten mensen te wachten. Zij krijgen nog net de kans de auto te verplaatsen. Maar Amy spreekt iemand aan die wel echt geparkeerd staat. Hallo. Uw auto staat hier geparkeerd, of niet? Ja. Welke auto is van u? Deze zwart, maar ik kon de dingen niet lezen. Dus ik wist niet welke straat ik moest intoetsen bij Parkmobile. U staat in een stopverbod. Dus u mag hier helemaal niet parkeren. Oh ja, dat is niet. Het bord, we kijken zo op de achterkant van het bord. Het ronde bord is een stopverbod. En daarom is de automaat ook afgeplakt. Of Oh, ik dacht juist de automaat is afgeplakt, omdat ze hier allemaal gebouwd wordt. Ja, omdat hier allemaal gebouwd wordt, mag hier niet geparkeerd worden. Omdat daardoor de weg te smal wordt. Oh ja, zo, dat wist ik echt niet. Oké, u krijgt er wel een bekeuring voor. Oh, serieus? Heeft u voor mij een rijbewijs of een identiteitsbewijs? We gaan jullie voor fraude bijschrijven en mag hier niet geparkeerd worden. Maar er staat daar een bord waardoor dat het heel duidelijk is dat hij niet geparkeerd mag worden. Het stopverbod is duidelijk aangegeven met een bord. Daarnaast is de taalautomaat voor het parkeren is afgekast, waardoor dat er ook geen kaartje kunnen worden gekocht. Borden aan weerszijden van de weg, de parkeerautomaat die buiten werking is gesteld en een afgeplakt P-logo. Het zou toch duidelijk moeten zijn. Ik heb juist expres nog foto's zo gemaakt. Ja, dat u kunt zien. Dat, omdat ik niet wist dat ik hier niet meer mocht parkeren. Ik denk, de automaat is stuk of zo. Nee, dat dacht ik niet. Nee, ja, wat ik u kan zeggen, het stopverbod staat er. Wilt u een verklaring afleggen waarom dat hier geparkeerd staat? Ja, dat ik naar de kapper ben geweest. En die is hier 20 meter verderop. De boete bedraagt €95 met €9 administratiekosten. Oh, binnen een aantal weken krijgt u hem thuisgestuurd. En op de achterzijde staat ook uitgelegd hoe dat u in bezwaar kunt gaan. Oké. Okay. Ja? Ja. Heeft u verder nog vragen aan mij? Nee hoor. Wens ik u ondanks dit toch nog een fijne dag. Ja. Bij de RET in Rotterdam gaan Charlie en Remy samen met een paar andere collega's vandaag kaartjes controleren in de metro. Niet alle reizigers zijn altijd even vriendelijk naar de controleurs van de RET. Speciaal daarom dragen de mannen sinds kort een bodycam. Als je mijn hand gemeen, als het te dichtbij, ik kom aan je aan, wat is het een afstand, we zetten hem even aan. Ik zeg, luister, hij gaat nu opnemen, weet wat je doet. En vaak staan ze weer op de plaats, juiste plaats terug. Heel fijn gereedschap. Bij station Hoogvliet stappen de mannen uit om ook even bij de lift te gaan controleren. Een populaire in- en uitgang voor mensen zonder vervoersbewijs. Hallo, RET kaartcontrole, even met het kaartje kijken, dankjewel. Het is een station waar je ook gewoon via de lift kunt gaan, dus waar je niet door een poortje hoeft te gaan. Dus ja, dan gaan de meeste mensen die geen kaartje hebben, die gaan via de lift. Dag meneer, RET kaartcontrole, even uw kaart alsjeblieft. Dankjewel. Kijk eens alsjeblieft. Ja hoor. Het duurt maar even of de eerste zwartrijder loopt tegen de lamp. Alsjeblieft. Oké. Zo. Ja. Nou, als je geen kaartje kan laten zien. Kan ik hem even boven terugpakken dan? Is dat een optie? Heb je eerst even je identiteitsbewijs? Ja? Die heb ik niet bij. Nee? Iets anders waar je naam staat. Ja, zorgpas maar. Ja? Dan ga, nou, als je... Waar heb je hem weggegooid? Boven? De prullenbak boven. Oké, en waar ben je ingestopt? Van de zijde. Ik ga even met hem mee. Ja. Ja. Kom een meneer uit de lift. Die gaf aan dat hij zijn kaartje net had weggegooid op perron. Nou, dan wil ik eerst even iets waar zijn naam op staat en dan wil ik wel even meelopen om te gaan kijken waar zijn kaartje eventueel is. Het kaartje is nog geen minuut geleden weggegooid en zou dus zo voor het grijpen moeten liggen. Maar geen enkel spoor van het kaartje. En de jonge man wil niet diep gaan graven. Aangekomen gaf meneer aan dat hij niet wilde niet met zijn handen in de prullenbak. Ja, dan houdt het op. Dan kun je geen kaartje tonen en dan krijg je daar een bekeuring voor. Maar waar is je identiteitsbewijs? Die is thuis. Of... Ja. En waar is dat? Zo, Hoogvliet. Ja. En dan zou je even moeten bellen om te komen brengen? Ik kan het brengen. En je bent in ieder geval staande gehouden voor het reizen zonder geld of voertuigbewijs. Ja. En ik voor de identiteitsbewijs. Ja. Als je iemand zou kunnen bellen om te komen brengen, dan scheelt je hiervan bekeuring daarvoor. Het volgende is dat hij dan. Aangaf geen paspoort bij zich te hebben. Geef hem de gelegenheid om even te halen of te regelen dat hij ter plaatse komt. Maar dat kon hij niet aan voldoen. Heb je een telefoon bij je of niet? Ja, ik heb een telefoon bij je, maar het is op dit moment best wel afgesloten. Oké, dan mag je mijn telefoon gebruiken. Kaartje in de prullenbak, ID ligt thuis, mobiel is afgesloten. Of deze meneer heeft zijn zaakjes wel heel slecht op orde.
Of het is een tactiek om onder de boete uit te komen. 174 over. Post Hoogvliet, spoor 2 hebben we een 883. 883, Hoogvliet, spoor 2, ga weer wel over. De politie zal erbij moeten komen. En ineens bedenkt de jongen dat hij toch wel zijn paspoort bij zich heeft. Uiteindelijk bleek hij in zijn tas te zitten, in zijn tasje. Ze laten hem niet altijd gelijk zien. Als je hem niet op eerste vordering laat zien, staat daar nog een extra bekeuring op. En dat gebeurt regelmatig. Ik heb hem gevorderd, hè, je paspoort. Kost je nou ook geld, joh? Het houdt in dat je daar nu een bekeuring voor krijgt. Ja, serieus. Ja, ja. Voor niet kunnen tonen van je paspoort op eerste vordering. Ja, maar je hebt hem nu toch? Ja, ik heb hem nu wel, dus we gaan het even afmaken. Alleen, daar krijg je wel een bekeuring ook voor. Nee, dat is wel gelijk. Ja. Die meneer heeft een paspoort naar boven getoverd. Paspoort naar boven getoverd, 883 wordt afgemeld. Wilden standby over. Ja, dankjewel. Er wordt een 70 en een 447E voor die meneer. Voor het niet tonen op eerste vordering van je paspoort of identiteitswijs, de straf aangesteld. Daar staat een bekeuring. Eén bekeuring kun je gelijk afrekenen, die is €40. En anders is die 53,50, wordt die thuisgestuurd. En de andere die zal €95 zijn, die gaat via het CEB. Wil je nog een verklaring afgeven waarom je geen kaartje hebt? Ja, dat is het. Maar als je daar geen geld op zak hebt, dan is het probleem. Dus je kan zeggen, ik had geen geld voor een kaartje? Ja, dat maar. Zowel de kaartje in de prullenbak als de ik heb geen ID-bewijs tactiek faalt hopeloos. Het gaat hem in totaal €157,50 kosten. Al met al een dure les. Sorry, nee man. Nee? Dan is in ieder geval nog een fijne dag. Straks een opgefokt standje in de metro. Jonge dame, ik heb je de keuze gegeven. Of je gaat naar binnen of je gaat naar buiten. Oké, maar hij is met ons. Zij kan niet verder doorreizen. En dan moet hij. Dan check hier in een lijstje mee. Ik moet gewoon hier opladen. Zo, even een voetje weg nu. Door naar weginspecteur Jan van Rijkswaterstaat, werkzaam in de regio Rijnmond. Jan is vroeg op pad, want de ochtendspits staat op punt van beginnen. Jans taak is om bij calamiteiten te zorgen voor veiligheid en een vlotte doorstroming. Ook houdt hij toezicht op de snelweg en kan hij boetes uitdelen als automobilisten de rode kruisen boven de weg negeren of onnodig stilstaan op een vluchtstrook. Er staan twee auto's op de vluchtstrook. Eentje zonder brandstof zo te zien, want die is zijn tank aan het vullen. Het finish mij bezig. Kom hier, it's too dangerous. Sorry. The tank, empty tank? Yeah. Why? Because I think it's not working good. The meter? Yeah, the meter. Oké. Okay. De auto is voorzien van brandstof en nu maar hopen dat hij start. You're from Italy? Yes. You work in Rotterdam? Yes. Okay. It works. And when other car doesn't see it on time, he hits you and then we have a big accident. Yeah, I know. See, that's exactly the problem. Not safe, yeah. No. Een auto op de vluchtstrook is gevaarlijk voor al het verkeer. En als een weginspecteur te hulp moet schieten, is dat ook voor hem een extra risico. Mocht je ooit met pech op de vluchtstrook belanden, stap dan aan de rechterkant uit en wacht achter de vangrail. Bye. Het is inmiddels licht als Jan een melding binnenkrijgt. Er loopt een zwaan over de vluchtstrook. Ja. Er zijn wat auto's bij gestopt. En die zouden de weg op kunnen lopen, zeg maar. Oké, okay, ja. Ondertussen heeft de zwaan zich al naar een andere plek op de snelweg verplaatst, waardoor Jan een stukje terug zal moeten. Ik ben er voorbij gereden, want de melding was 65-4, maar kan jij de rechte rijstrook afkruisen? Vervolgens doet het dier ook nog een poging om de snelweg over te steken, terwijl het verkeer op de andere rijstroken met hoge snelheid voorbij raast. Aan Jan de taak om de zwaan toch richting het water te drijven. Een opdracht met grote risico's voor zowel de zwaan als Jan. Nee, nee. Hulde voor de zeer oplettende vrachtwagenchauffeur, die direct zijn gevarenlichten aanzette, zodat de bestuurders achter hem rekening konden houden met zijn onverwachte remactie. Heeft geen zin om te vertrekken. De zwaan lijkt inmiddels zo erg van zijn eigen actie te zijn geschrokken, dat hij toch maar besluit zijn poging om over te steken te staken. Ja, hij gaat te water. Opgelost. De 15 rechts, 65-4. Die zwaan die zit weer in het water waar hij hoort. Oké, mooi. Dus kruisrijstrook 4, die mogen eraf. Nou, is goed. Bedankt. Maar helaas kan Jan er niet in alle gevallen op tijd bij zijn. Ja, 16 rechts, 24 rond. Ja?
Daar ligt een doodgereden zwaan tussen rijstrook 1 en 2. Zou jij met Prio die kant op willen om daar weg te halen? Het is al flink aangereden, alles ligt er al naast qua ingewanden en zo. Ja, dat dacht ik al. Maar hij ligt precies tussen rijstrook 1 en 2, dus hij wordt niet zo heel gauw verder plat gereden, zeg maar. Oké. Okay. Omdat het alleen maar gebeurt bij het wisselen van rijstrook. Er is een minder aangenaam karweitje, dus dan liggen er ingewanden over het wegdek en moet er opgeruimd worden. Het is wel een gevaar voor het verkeer, want mensen die remmen of die wijken uit, die schrikken ervan. En het moet gewoon verwijderd worden. Het is niet meer veilig voor het verkeer. En voor de zwaan liep het helaas minder goed af. Terug naar Amsterdam Centraal. Op het Stationsplein in Amsterdam mag je geen alcohol drinken. Dit om overlast te voorkomen. Toch zien Aniel en Frans een man met een blikje bier lopen en spreken hem daarop aan. Je weet dat je hier niet mag drinken, toch? Ja, eigenlijk. Heb je een thuiswijs bij u? We liepen op het Stationsplein, op het Centraal Station. Zagen we een meneer met een blikje bier in zijn hand staan. We liepen naar meneer toe. Hij zag dat we eraan kwamen lopen. Snel dat blikje in zijn zak. Mag even zien wat je aan het drinken was? Het is gewoon een bier, je hebt toch gezien? Nee, ik moet even hoeveel procent dat is, man. Dit is hetzelfde procent. Nee, echt niet. 5,6, 8%, 8,5%. Ja, tuurlijk, maar dat is wel hoger, toch? Ja, dan is het niet hetzelfde, toch? Jawel, het is hetzelfde. 33,5, oké. Okay. Kijk, hangt een bord overal. Je weet dat je Stationsplein niet mag drinken. Mijn collega Aniel, die heeft hem staande gehouden. Die heeft hem even navraag gedaan of het wel eens vaker voorkwam in het systeem. Of hij staande is gehouden. Dat was het dus niet. Dus hij heeft een waarschuwing gekregen van ons. Je krijgt een waarschuwing van mij? Ik begrijp het, mooi weer en noem maar op. Ik zet hem wel in ons systeem als een waarschuwing. Dus een officiële waarschuwing. Mocht het zijn dat je het de volgende keer weer gaat doen, gaat mijn collega je controleren. Dan krijgt wel een boete. Yes? Dus er wordt gewoon een waarschuwing. Ik bedoel, ja? Yes? Oké. De man is blij met de waarschuwing en kan zelfs weer een beetje lachen. Nee, ik ben blij. Hey, ik ben blij dat je nu zo reageert, man. Net was je helemaal. Maar luister even. Kijk, het is mooi weer, begrijp het. Maar hier op het Stationsplein? Ja, snap ik. Vanaf in het station mag het wel omdat het daar verkocht wordt, binnen. Ja. Maar hier mag het niet omdat daar staat de borden en alles. Dan wil ik het vanaf nu, ja. Maar dan weet je dat, er wordt de officiële waarschuwing, doe het niet meer. Nee, ga ik ook nooit meer. Ja, maar is dat. Nooit meer. Oké. Ik ga nu ook meteen stoppen met drinken, man. Het is klaar. Dat geloof ik niet. Hey, gaat je goed, broeder? Oké, jongen. Yes? Ja, man. Doei. Even verderop lopen Frans en Aniel tegen een schrijnende situatie aan. Een vaste bewoner van het Centraal Station wordt laveloos aangetroffen. Adi, even zitten, man. Kom maar. We kregen een melding dat er een onwelle persoon zou liggen op het Stationsplein. Daar te plaatsen was het onze bekende bewoner. Je bent weer wakker, hè? Ja. Luister even. Ja. Heb jij drugs gebruikt? GHB? Nee. Vandaag niet? Nee. Het is gewoon puur door drank dat je zo bent? Ja. Wij kregen hem toch wel wakker, want hij had gewoon te veel gedronken. Het is een alcoholist, een drugsgebruiker. Maar een tijdje ging goed met je, man. Wat is er aan de hand? Ja. Ja, toch? Je weet zeker dat je geen hulp nodig hebt? Ja. Kan je wel op je eigen benen staan, of niet? Zo'n beetje. Probeer maar even staan, man. Want je bent net aankomen lopen. Net stond je, zat je niet hier. Nu wel, dus je hebt wel een stukje gelopen. Gaat het lukken? Ja. Kom maar, probeer maar te staan, man, en te lopen. Kom. Nee, hij was niet alleen gesprekbaar. Hij viel steeds weg. Dus hij heeft behoorlijk wat gedronken. En ik denk dat hij ook nog toch wel wat drugs ook had gebruikt. Want ik denk, ik ga jou bij. Waar ga je de avond vandaag doorbrengen? Een dikke vijf. Wat zeg je? Zeg het maar voor de 96,60 over. Vijf. Ben? Lekker. Ben je lekker wijf? Wat vind je nou? Maar ja, hoe heb je vriendinnen? Je zou hulp zou je krijgen. Heb je die gehad? Nee. Waarom niet? Je bent 36 jaar, man. Je hebt nog een heel leven voor je. Wil je zo je hele leven zo blijven? Nee, toch? Je moet genieten van het leven, jongen. Want die is niet zo lang. Die jongen is 35 jaar. Die heeft nog een heel leven voor hem. En ja, dat is toch zonde als je zo hier op straat ligt. En dat vind ik gewoon zonde. Dus daarvoor zeg ik ook, vroeg ik het ook aan hem. Heb je hulp? Ja, die wil ik niet. Nou, gewoon jammer. Neem gewoon hulp. Ga gewoon hulp nemen. Jongen, moet je kijken wat je nog kunt doen dan. Als je 35 bent. Ja. Ja.
Doe het nou, ja? Ik bedoel het goed. Ja? Maar luister even, we laten hier bij een waarschuwing. Dan gaat nu een stukje lopen. Meneer heeft een bonnetje gekregen van ons procesverbaal. En we hebben gezegd dat hij station moest verlaten. De boete zal nooit betaald worden. Maar dat is het doel ook niet. Met alle procesverbalen wordt er een dossier opgebouwd, waardoor de man onder de aandacht komt bij instanties. En daarvoor schrijven wij de bonnen. Ze worden gestapeld. En, ja, en op een gegeven moment, als hij dat zelf niet wil, dan krijgt hij die hulp gewoon wel. Dan moet hij die hulp aannemen. Met een enigszins machteloos gevoel moeten Frans en Aniel de man weer laten gaan. Straks krijgt deze zaak nog een naar vervolg. Kijk, wij komen vanaf de oude taxistandplaats richting Eihal. De man krijgt in de hal vlakbij de pont klappen. Terug naar Amy en Marinho. Zij zijn onderweg naar een locatie waar veel klachten vandaan komen. Ja, we zijn nu onderweg naar een jeugdlocatie. Een jeugdoverlastlocatie eigenlijk. Er zijn gewoon jongeren die zich ophouden in de flat in Breda-Noord. En ja, de oude mensen en de bewoners hebben daar eigenlijk heel veel last van. Omdat ze geluidsoverlast veroorzaken, rotzooi, graffiti, van alles. Ik hoor dat er langs alle kanten jongeren komen, dus we gaan eerst even kijken, jongens. Wij zijn ter plaatse bij de flat. Ik weet niet waar jullie locatie is. Amy heeft contact met twee andere collega's die in de buurt zijn, mocht er extra hulp nodig zijn. Mogen wij misschien met u meelopen? We willen boven graag even rondkijken of dat er overlast is van jongeren. Ja? Dank je wel. De jongeren zitten meestal helemaal boven in de flat op de 13e verdieping. Oké, ik weet niet wat dit is, maar dit is echt pisselig, man. Ja, even kijken aan het trapphuis. Ja, hier is het dus. Kijk, hier zie je het allemaal. En hier een hakenkruis. Niet zo. Pillen. Wat voor pillen? Oh, daar vallen we mee. Melatonine. Je kan gewoon niet in slaap vallen waarschijnlijk. Even langs die andere kant lopen. Wij gaan nu nog even aan de andere kant van de flat kijken. Aan de kant van de kruising. Maar tot nu toe is het heel rustig. Meestal hangen ze op dit trap hier. Collega's staan hier beneden ergens. We gaan nu nog even in de omgeving kijken van de flat. De belangrijkste plekken waar ze meestal zitten, hebben we al gehad. En zoals je al zag, hebben ze al het een en ander aangericht. Maar van de jongeren geen enkel spoor. Op naar een volgende probleemlocatie waar Amy en Marinho wel wat hangjongeren in auto's aantreffen. Goedenavond. Goedenavond. Mag ik heel even je gezicht zien, dan weet ik wie je bent. De bestuurder van de auto, wie is dat? De auto is namelijk van een bekende veelpleger, waar de politie nog gegevens van wil hebben. We treffen hier een jonge man aan die zo bekend staat, zowel bij ons als bij de politie. Vorige keer had die jonge man een hele grote mond tegen ons en beging hij heel veel verkeersovertredingen. Ja? Hoe gaat het? Rustig, man. Waarom was je weggereden vorige keer? Welke keer? Toen de politie aankwam. Welke keer? Wat praat je over? Dat is vorige week. Ik weet niet waar je het over hebt, man. Weet je dat je gesignaleerd staat? Ja, man, dat weet ik. Ja? Dat weet je? Ja, man. Voor DNA. Ja, klopt. Klopt, man. Ik heb me gemeld. De kinderen hebben tegen mij gezegd, je hebt geen verwijsbrief, dus we kunnen jou niet helpen. Ja, hebben ze dat gezegd? Ja. Dus als wij ze er nu bij halen om het even voor allemaal na te checken, dan... Ja, doe dat, hoor. Ja? Heb je nu wel je identiteitsbewijs bij je? Ik heb een idee voor jou bij, maar... Zou ik die nu wel mogen hebben? Want vorige keer had je hem niet bij je, zei je? Ja, kijk eens aan. Je hebt er wel van geleerd, hè. Wat je vorige keer ook bij je. Ja, hè. Blijf altijd gewoon eerlijk tegen elkaar, hè. Kijk dit, ouwe. Deze man doet ook. Ja, vorige keer reed je weg, anders had ik het vorige keer al gedaan. Maar goed, toen kwam de politie aan, toen was je ineens heel snel weg, man. Daardoor heb ik contact gehad vanmorgen met de jeugdbrigadier van deze wijk. En die man heeft aangegeven als wij deze jongeman aantreffen, dan we even moeten schakelen met de politie, omdat hij nog gesignaleerd staat. Je komt maar lastigvallen, ik sta hier, ik doe niks fout. Ja, maar ik sta hier al jaren, ik kom uit deze buurt, snap je? Ja. Ik breng geen overlast, je mag mijn auto doorzoeken. Oh, dat ga ik niet doen, hoor. Nee, snap je, ik heb niks te verbergen, dat is gewoon geen probleem. Nee. Vorige keer heb ik tegen jou gezegd dat jij... Snap je? Dat wat jij kwam doen, dat totaal niet nodig was. Nee, ik heb je uitgelegd waarom dat was. Ik zei van, luister, je moet doen wat je wil. Ja. Als er een probleem is, bel de politie. Eindstand, 20 minuten later ben ik weg. Ja. Dus klat, er komt politie aan. Op het moment dat ik wegrij. En nu kom je Weet je hoe dat komt? Het bleek dat je gesignaleerd stond. En je geeft nu zelf aan... DNA, maat, ik ben 6 keer aangehouden in de tussentijd. Maar ik heb me al gemeld. Ik heb mijn thuis al 3 keer opgehaald. Ik heb me gemeld voor die shit. En jij komt hier als handhaving nu voor een DNA-afname. Weet je hoe dat komt? Die al anderhalf jaar oud is. Maar weet je hoe dat komt? Ik heb vanmorgen een collega's van de politie gesproken. Ja. En die hebben aangegeven dat alles nog niet helemaal goed in het systeem staat. Dus ze hebben gevraagd, als wij jou aantreffen, dan met jou in gesprek gaan, dat we hun erbij halen. En hun gaan het dan verder uitzoeken. Dus wat
dacht jij, ik heb vanavond dienst, ik ga eens kijken of ik hem vanavond kan vinden. Ja, ik dacht kijken of het... Oh, wat vriend, ouwe, doe normaal. Dat heb ik je net uitgelegd. Nee, man. Ja, José, heel even een vraag. Ik heb vanmorgen contact gehad met collega's van de politie in verband met een persoon wat heel veel overlast veroorzaakt in Prinsenbeek in Breda. Wij treffen nu deze jonge man aan en het, hij staat gesignaleerd. Voor wat kan ik niet zien, maar dat heeft de politie mij doorgegeven. Is er misschien een eenheid beschikbaar die even met ons mee kan kijken in hun systeem? Die jongens zijn natuurlijk bekenden van ons en van de politie. En omdat sommige jongeren nog wat op hun kerfstok hebben staan of openstaande boetes hebben, hebben ze uiteindelijk voor besloten om in afspraak met de politie dat die jongens gewoon gecontroleerd blijven worden. Het is gewoon een interne afspraak, die jongens weten ervan. Ze reageren misschien wel een beetje brutaal, laconiek of op hun eigen manier. Ligt eraan hoe ze zijn natuurlijk. Maar goed, ja, ze moeten gecontroleerd worden. Binnen enkele minuten arriveert de politie. Zij controleren de jongens en fouilleren ze. Er wordt niks strafbaars aangetroffen. Maar de eigenaar van de auto moet dus wel mee naar het bureau voor het afstaan van DNA. De jongens stonden inderdaad nog gesignaleerd. Dus die gaan nu even met de collega's van de politie mee naar het politiebureau om het een en ander verder uit te zoeken. Dus ja, de afspraak die de jeugdbrigadier en ik hebben gemaakt, die klopte. En de politie gaat dit verder afhandelen. Terug naar Frans en Aniel op Amsterdam Centraal. Zij schieten wat toeristen te hulp die wel heel veel bagage meesleuren. Oh, mijn nigger hotel. Is dat Julianenplein? Hè? Is dat toch Julianenplein? Nee, mijn nigger. Dat is een typische Hindoestaans gewoonte, hè? Dat doet me denken aan mijn familie en mijzelf. Als we op vakantie gaan, ieder persoon heeft 2 of 3 koffers, joh. Ik weet niet wat ze allemaal meenemen, maar... Als ik naar Suriname op reis ga, altijd koffers. We komen altijd bagage tekort. Dus ik moest wel lachen dat ik hier dat er niks zag. Zoveel bagage, joh. Ze kunnen niet eens tillen, kinderen erbij. Maar ja, het hoort erbij. Het is gewoon ingebakken. Maar ja, we hebben ze zo goed mogelijk proberen te helpen. Eenmaal terug op Centraal Station is er werk aan de winkel. Een man fietst door het metrogebied en dat mag niet. Yes, out now, kom. Ik ben bij de tram 51. Ik ga maar door. Nee, because it's not allowed to bicycle here, because the train have to leave. The train have to leave. Kom. Ja, ik zag een man met behoorlijke snelheid op het tussenperron fietsen. En hij gaat door die poortjes. En hij gaat vervolgens weer een stukje fietsen richting de lift. Hij gaat naar beneden en wil op het perron gaan fietsen. Werd aangesproken door een medewerker van GVB. Nou, ik heb hem uiteindelijk staande kunnen houden na een kleine sprintje. Even je ID, please. Ja. Je ID. Can I ask you your ID, please? I want to know what is your position. You want to see my ID, yes? Yes, and who you work for? Look. Hij was er niet mee eens, was behoorlijk recalcitrant. En goed, ik moest me legitimeren. Nou, en uiteindelijk heb je toch een identiteitsbewijs getoond. Oké, okay, can I have your passport, please? You're cycling in the hall, you're cycling here. And I will give you a fine. Yes? I want your passport now, because otherwise if I arrest you, I give you 2 fines, yes? En hij heeft een boete gekregen van €95. Ja, €95 plus 9 euro administratiekosten, dus bij elkaar €104. Want dat bracht ik zelf en anderen in gevaar. Why you give me a punishment? Because you are cycling on the platform, yes? Why you did not stop me? This is not true. You did not stop me. You did not see me. I saw. Maybe you saw someone else. Someone else? Yeah. Okay, maybe. So? Well, what's up? What is the paper? What is the... After a couple of weeks, they will send it at home. The address, yes, yes, couple of weeks. Written 6 weeks. We will get it at home. In 6 weeks? Yes, written. Eerder zagen we dat Frans en Aniel deze voor hen bekende stationsbewoner laveloos aantroffen. Ja, je bent weer wakker, hè? Ja. Je zou hulp krijgen. Heb je die gehad? Nee. Waarom niet? Je bent 36 jaar, man. Je hebt nog een heel leven voor je. Wil je zo je hele leven zo blijven? Nee, toch? Frans en Aniel moesten de man laten gaan. We zijn inmiddels een uur verder en er komt opnieuw een melding binnen over deze man. Vechtpartij, een man, knock-out. Kom even kijken, man. Wij komen vanaf de oude taxistandplaats richting Eihal. We hebben een dochter hier. De man die we net wakker hebben gekregen voor het stationsplein is op weg geweest om een fles water te zoeken, waarschijnlijk hier in de Albert Heijn. En hij kwam hier, ineens krijgen we een melding dat iemand op de grond ligt.
En dat er een postje naartoe moest. We zijn hier naartoe gesneld. Was de politiecollega erbij. De man ligt knock-out op de grond. Heeft iemand nog gezien dat hij geslagen is? Hij heeft hem gezien. Hoe heeft het gezien? Ja. Dat hij geslagen is. Ja. Hoe zag die man eruit? Volgens de getuigen zou die man twee klappen hebben gehad en twee keer geschopt op de grond. Hoe zag hij eruit? Arabisch? Beetje. Wat had hij aan van kleding? Ik weet het niet meer. Het was zo in de mond geboord, omdat kijk, heb je hem in de hoofd geschopt. Kijk, hard twee keer. Luister even, hij is met zijn schouder tegenaan gekomen en toen heeft die Arabische man hem twee keer geslagen. Twee keer met de vuist. En ook twee keer geschopt in zijn gezicht. En twee keer geschopt? Op zijn hoofd. Twee keer geschopt. Toen hij op de grond lag. Ja. Okay. Hij was helemaal af. Die van dus even die beelden. Via Hans even de beelden veiligstellen. Ja, de verdachte is weggekomen. Maar we hebben in elk geval een signalement. En dus ze zijn nu driftig op zoek naar hem in de binnenstad. Want hij is die kant opgelopen. Een van de getuigen is een arts. In afwachting van de ambulance probeert hij de man te helpen. We hebben de ambulance voor hem ontboden. En hij wordt nu behandeld. Hallo, even hier blijven. Nee, hier blijven of wegwezen. Kijk, daar heb je wat gewerkt. Ja, ga maar even. Nee, even problem with you. Kom. Wat super. You have to go there. De man wordt afgevoerd naar het ziekenhuis, waar hij verder behandeld zal worden. Het is weer een drukke avond voor de mannen van de RET. Ze controleren kaartjes en stuiten in deze tram op een meisje dat wil uitstappen, maar geen geldig vervoersbewijs heeft. Nog een andere kaart? Ik ben 23 en ik word 24. Deze zijn geen verwijde kaarten. Nee? Terwijl het ene meisje geen geldig vervoersbewijs kan laten zien, wordt haar vriendin wat grof in de mond. Nee, dat zeg je maar tegen je eigen vader of zo, hè? Of tegen je moeder. Ze kon je mijn mama. Ja, weet ja, u wat dat betekent? Ja, dat weet ik, ja. Mijn mama is mijn moeder. Ondanks dat de meisjes hier uit de tram hadden gemoeten, besluiten de mannen van de RET de boete uit te schrijven in de tram. En daar is vooral de vriendin niet blij mee. Jonge dame, ik heb je de keuze gegeven. Of je gaat naar binnen of je gaat naar buiten. Oké, maar zij is met ons. Zij kan niet verder doorreizen. En dan moet je wat. Dan check hier in een reisje mee. Zo, even een voetje weg nu. Niet schoppen. Even hier. Je bent aan het filmen, denk je hier is... Gaat naar binnen of naar buiten? Even de twee. Nee, maar je hoort wat hij zegt. Je gaat met hem mee. Wel even inchecken weer dan. Zwaar en blijf filmen. Kom niet door. Wat is zwaar? De bekeuring is €40 als je hem kwijt kunt afrekenen. Het kan ook door middel van PIN eventueel en anders is hij 53,50 en wordt hij thuis gestuurd. Ja, doe maar thuis. Ja? Nou, je bent dan in ieder geval staande gehouden voor het reizen van een geldig voerwijs. Ja? Ja. Maak het even in orde. Wat is je verklaring dat je geen geld hebt? Dat check, anders zou ik geen twee OV's hebben. Kijk eens, deze krijg ik alvast terug. Nou, collega heeft al uitleg gegeven voor het kaartje. Ja, check hem even uit, dadelijk kan ik checken. Ja? Alsnog, een hele fijne avond. Dankjewel, hetzelfde. In Breda houden Amy en Marinho vanavond een horecacontrole. En dat doen ze niet alleen. De politie is erbij om ons te ondersteunen. We hebben de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit bij. Die controleren op het roken in horecagelegenheden. We hebben een bouwinspecteur bij. Die kijkt op onder andere de brandveiligheid van het pand. Daarnaast zijn wij er zelf bij aanwezig voor het controleren op de drank- en horecavergunning. En zo gaan we verschillende panden bezoeken. Tijd om de eerste zaak te gaan controleren. Ja, top man, dankjewel. Het belangrijkste voor mij is in ieder geval de actie dat u de leidinggevende bent en dat u hierop staat. Die staat hierin dan, als het goed gaat. Mag ik hem eruit halen? Amy ontdekt ondertussen dat de dames-wc op slot zit. Heeft u trouwens een identiteitsbewijs? Ja. U was er al voorbereid, hè? Terwijl Marinho alle papieren checkt, wordt voor Amy de wc opengedaan. Ze vindt het vreemd dat deze op slot is. En dan zegt ze, komen hier niet voor vrouwen. Maar als hier geen vrouw is, dan hoef je hem ook niet op slot te doen, toch? Denk ik dan. Ik vind het vreemd. Maar ik zie niks. Bij deze controle was nagenoeg alles in orde. De leidinggevende was aanwezig, de vergunning was aanwezig en daarnaast was ook de sticker van de leeftijdsgrenzen aanwezig. We troffen ook 4 kansspelautomaten aan. Aantal kansspelautomaten 2. Dat klopt toch niet?
Of vallen twee van de automaten misschien niet binnen de vergunning? Wat we doen, we maken even foto's van al deze documenten. En dan komen we er later op. Ja, dan komen we later even langs. Ja. Dan controleren we het even voor de zekerheid na. We gaan nog nazoeken of dat het goed is geregeld bij de vergunningen. Dat koppelen we nog terug aan de ondernemer. Daarnaast hadden de ketenpartners nog een aantal zaken die niet in orde waren bij deze zaak. Dus zij koppelen dat op hun manier weer terug. En dat heeft te maken met de plattegrond van de zaak. Blijkbaar heeft de eigenaar verbouwd en klopt de plattegrond van de gemeente niet meer met hoe het er nu van binnen uitziet. En er staan twee garageboxen op die nu niet meer te vinden zijn. We zagen ook nog twee garages op de plattegrond. Zouden we daar ook nog eventjes in kunnen kijken? Garages? Ja. Hier, de garagebox aan de zijkant. Ja, wat is het daarmee? Daar zouden we ook nog graag even willen kijken of daar nog voorraad staat voor drank. Welke drank? Ja, als er überhaupt drank staat. Ja. Controleer of die er staat en als die er niet staat, dan is het ook in orde. Ja, die mag, maar die is niet hierbij betrokken. Maar het is wel een voorraad horende bij deze ruimte, toch? Ja, wie heeft dat gezegd dan? Nou, hij staat op de plattegrond. Ja, dan staat op de plattegrond van de bouwvergunning. Deze staat ook op de plattegrond, maar die is niet van ons. De garageboxen zijn niet van u? Nee. Oké. Okay. Ik maak er gebruik van, maar hij is niet van mij. Dus hij staat niet op wat het ding is. Hij staat wel op de plattegrond en als u er wel gebruik van maakt, dan zouden wij er wel graag even willen kijken. Dan gaan wij er ook in kijken. Het is niet van mij, maar je zegt het is van u. Want welke garage? Is er maar eentje die ik gebruik. Het lijkt erop dat de man niet graag zijn garagebox wil laten zien. Heeft hij iets te verbergen? Als drank- en horecacontroleurs zijn wij ook bevoegd om alle ruimte te doorzoeken. Met uitzondering van de woning. Dit hebben we dus ook gedaan bij de garagebox. We gaan toch even met je mee de garage in kijken. Ja? En als ik die garage niet heb? Nou, je zegt dat je daar toegang hebt. Ja, we gaan sowieso kijken in die garage staan. Gewoon even kijken wat daar allemaal is, wat daar plaatsvindt. Ik weet, maar hij staat hier sowieso niet op vergunning. Ja, maar dat maakt niet uit. Okay, alles wat hier aan grenst, mogen wij controleren. Dus loop maar even met jou mee, dan gaan we even kijken. En dan mag jij ons wegwijzen. Ja, maar mijn vraag is, u weet niet dat ik een garage heb. U zegt dat net. U zegt ik kom daar, maar hij is niet van mij. Maar daar staat hij niet erop. Is er toch iets niet in orde, of wil de man alleen zijn punt maken? Dat is anders. Ja, dit is het terras die... Voor wie is dat dan? Frituurpan. Sorry? Frituurpan. Het lijkt erop dat deze horeca-eigenaar toch echt niets te verbergen heeft. En zo eindigt deze controleavond voor Amy en Marinho zonder grote overtredingen. Zijn klaar? Ja, wij zijn voor de rest klaar. Ja? Ja, voor de rest hoor je allemaal nog wel wat ze zei. Oké, thanks. Hè. Hoi. We gaan door naar weginspecteur Jan van Rijkswaterstaat. Hij is onderweg naar een wel heel bijzondere melding. Ja, ik kom aanrijden, Henk. Dat had ik ook. Ik denk, hè? Ik heb wel gekke dingen gezien, maar dit is nieuw. Midden op de weg staat een zeecontainer recht overeind. Het is heel apart. Net dat hij uit de lucht gekomen vallen is en zo neergezet. Kunnen jullie wel een verkeersmaatregel zetten hier? Want er bij één rijstrook van de Malakkastraat is dicht. Dan gaan we een voorrangsregeling neerzetten. Men zal niet snel over de zeecontainer heen kijken. Maar toch moet de situatie wel snel veiliggesteld worden. Hij is echt van neergezet. Hij is niet van het bedrijf. Hij is gewoon neergezet? Ja, dat is een hele slechte grap. Er arriveert ook al snel een vrachtwagen met duidelijke wegwijsborden en verlichting. De volgende stap is het verwijderen. Maar hoe? Is die leeg? Ja, als je erop tikt, klinkt die hol. Maar de politie is nu bezig met het containernummer om misschien bij de douane te achterhalen van wie die is. Ik heb met shiftlieden van die naast overlegd, we kunnen hem laten zakken. Maar ja, je gaat sowieso een beetje een streep op het wegdek krijgen. Ja? Die verantwoording willen wij natuurlijk niet dragen, dat wij de schade dadelijk moeten... Het havenbedrijf die wil hem eigenlijk met een telekraan op een oplegger zetten. En dan zeg maar een beleid laten zakken op de oplegger. En dan wordt hij afgevoerd. Ja. De container zal zo snel mogelijk worden gehesen en vervolgens op een dieplader worden geplaatst. De situatie is voor nu onder controle. Jan zijn taak zit erop. De politie gaat de zaak verder uitzoeken. Meer zien? Ga naar kijk.nl. Kijk opent je ogen.